Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag aan deel 2 van de sok beginnen. En deel 2 is de hiel. Dus dit is de hiel. En aan het beengedeelte. En dit is echt heel makkelijk, het beengedeelte. Dus we pakken de gele wol. We maken een opzetlus. En waar je gestopt bent bij je deel 1 van je sok, hier hechten we aan, maken we de aanhechting. Dus je pakt een steek, je haalt je draad door en dan heb je twee lussen, omslaan door 2 en dan doe je nog 1 losse. En dan telt deze gewoon mee als stokje. En omdat we nu de hiel, ga je in het midden zeg maar minderen. Dus je hecht aan en dan ga je in het midden, hier gaan we minderen. En dan gaan we tot de andere kant haken, dus de helft van je slofje. En dan gaan we keren. Het is wel makkelijk als je dus nu dus aangehecht hebt, dat je hem plat legt, zo. Leg je hem plat en dan zet je hier een steekmarker in en die ga ik even opzoeken, een steekmarkeerder, en die zet je op de helft van je sok. Dus we gaan nu de hiel maken. We hebben aangehecht waar we eigenlijk gestopt zijn met deel 1 en we hebben een vaste gedaan en een losse, en nu gaan we een rij gewoon stokjes haken tot de steekmarkeerder. We hebben gewoon de helft gepakt en meer is het niet. Dus we gaan nu in elke steek een stokje maken. Totdat je bij die steekmarkeerder bent. Zie je? Dus nu hebben we precies de helft. En dan ga je je steken tellen. Maar we gaan nu het werk keren. En dan zie ik je zo weer terug. En dan gaan we de hiel maken. En dan gaan we minderen. Tot zo. We gaan nu het werk keren van de hiel en we maken 2 losse. 1, 2. Dan keren we het werk en dan pak ik deze steekmarker en die ga ik in het midden van het werk zetten weer. En dan tel ik deze steken: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus in de vijfde: 1, 2, 3, 4, 5. Daar zet ik een steekmarker. En hier wordt de hiel gemaakt en dan minder ik een steek. We gaan dus verder met in elke steek een steek zetten. 1, 2, 3. En deze maak je niet helemaal af, want hier zit dus de mindering. Dus je hebt, ik zal hem even langzaam even uithalen, omslaan, insteken, draad ophalen. Dan heb je 3 lussen op je haaknaald. Dan doe je omslaan door 2. Dus dit stokje maak je niet helemaal af. Dat is de mindering, want nu ga je naar de volgende steek van je steek markeren. En je haalt draad op, omslaan door 2,
heb je 3 lussen op je haaknaald en dan maak je van 2 stokjes 1 stokje omslaan door 3. En dan pak ik eigenlijk die steekmarker weer en die zet ik weer in die geminderde steek. Die ga je dadelijk weer minderen. Dan ga je je toer weer afmaken. Dus in elke steek 1 stokje. Zie je? En dan gaan we het werk weer keren. We beginnen met 2 lossen. 1, 2. We keren het werk. Zie je, door die mindering krijg je al een beetje die hak, die hiel. Hier hebben we dus een steekmarker ingezet. Hier gaan we weer minderen. Dat betekent dat we hier weer die, het halve stokje gaan maken, niet afmaken. En hier maken we ook het stokje niet af. En dan gaan we van 2 stokjes 1 stokje maken. Dus we beginnen weer met op elke steek 1 stokje. Oh, deze moeten we dus niet afmaken, dus even eentje terug, sorry. Hier is dus de steekmarker. We steken in, we halen de draad op, omslaan door 2. En dan zijn we bij de steekmarker, gaan we omslaan, insteken, draad ophalen. Ik haal hem er even uit hoor, want het is altijd lastig haken. Omslaan door 2. Dan heb je 3 lussen op je haaknaald, omslaan door 3. En dan heb je weer geminderd. Dan ga je die steekmarkeerder er weer in doen. Want we gaan nog 1 keer minderen dadelijk. Maar we maken nu de toer af met in elke steek 1 stokje. Zie je hoe de hiel werkt? En dan zie ik je zo weer terug bij de volgende toer. Tot zo. We zijn nu op het einde van de toer en ik zie dat we er al zijn met de hiel. Dus we hebben 1, 2, dus de ene was gewoon, dan was 1, 2 minderingen gedaan. En dan gaan we nu dus de hiel sluiten. En de hiel sluiten houdt niets anders in dan, kijk, dit is de goede kant van je slof, dat je dus aan de binnenkant zorgt dat je de hiel sluit, dus niet zo, maar dat je de binnenkant aan deze kant krijgt, dat je echt de binnenkant de naad krijgt. Dus je van de goede kant leg je hem dubbel, je hiel. En dan leg je je draad aan de achterkant. Dan zorg je dat je het midden inderdaad mooi onderhoudt. Dan hou je je draad aan de achterkant en je steekt in de hiel in de eerste steek. En je haalt eigenlijk je draad op met een halve vaste. Dan pak je weer de ene kant van je hiel en de andere kant de volgende steek. Je pakt je draad op en je haalt je draad door. Dan pak je weer de ene kant steek en de andere kant steek. Je haalt je draad op en je haalt door. Dan haal je steekmarkeerder eruit. En je gaat nog de laatste steek, ga je netjes je draad ophalen. Even kijken of ik hem door kan trekken. Moment, ik steek hem niet goed in, zie ik. Insteken, draad ophalen en
door de andere lus. Dan pak je je schaar, je knipt af en je trekt de draad door. En als je hem terug duwt, dan heb je die hiel. Dan is de hiel klaar. De hiel is klaar. Dan ga je weer aan het been beginnen. Dus ja, dit is eigenlijk een beetje veel draadjes nu, omdat ik met verschillende kleurtjes heb gebruikt. Maar je kan hem gewoon met één kleur gaan maken, die hiel. En je kan ook zeggen, nou, ik pak een kort slofje of ik pak niet het been erbij. Maar nu gaan we aan het been beginnen en dan pak ik even andere wollen bij, of tenminste deze mooie donker, ja, welke kleur is het toch? Het is echt een beetje petrol. De donkere kleur pak ik erbij en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Ik heb de donkere kleur weer gepakt. Ik maak een opzetlus. Pak je haaknaald er doorheen. En ik heb geleerd, want hier zit de naad aan de zijkant. Het mooiste vind ik nu dus dat de naad aan de achterkant zit. Want nu gaan we in het rond gewoon het been maken. Dus de naad aan de achterkant, waar je net eigenlijk hier de hiel hebt gesloten, daar steek je in. Ik zit weer even niet zo makkelijk met de camera. Moment. Je steekt dus in. Achterkant van de hiel. Je hebt je opzetlus op je haaknaald en je gaat je draad ophalen. Je houdt je korte draad aan de achterkant, omslaan door 2 en 1 lossen. En dan heb je het begin gemaakt voor je slofje en nu gaan we in het rond, helemaal rond en dan gaan we hier weer een nieuwe toer beginnen. In het rond stokjes haken. En nu is dit natuurlijk, hier heb je een stokje, maar je moet zorgen dat het een beetje aansluit, dat je niet te grote gaten krijgt. Dus ja, hier zijn echt openingen te vinden en dat is heel erg afhankelijk van hoe jij haakt. Dus ik steek gewoon nu in een opening in, maar ik zie dat ik hier dus een gaatje krijg, dus ik ga heel even iets anders proberen. Probeer hier dan onder een steek te komen. Ook al is dit een stokje, dan vind ik het mooier dat ik niet zo'n grote opening krijg. En ik maak een stokje. En dan ga ik hier, want dit is natuurlijk het einde van je toer, van je hiel. Hier ga ik een stokje op maken. En in de volgende opening een stokje. En in de volgende opening een stokje. Het zijn geen echte steken, hè? Want hier zitten gewoon stokjes, maar ik vind het niet mooi om het stokje heen te gaan, maar ik pak dus nu de steek. Ik leg even deze weg voor de duidelijkheid. Zie je dat je hier dus die hiel hebt gemaakt en dat je nu dus aan de sok gaat beginnen. Je gaat in elke steek nu hierboven op de hoek een stokje zetten en zo ga je helemaal rond. Je gaat rond om je sok af te maken. Ik had gedacht dat het moeilijker zou zijn om sokken te haken, maar zie je hoe makkelijk dat het gaat eigenlijk. Ja, ik heb ook geleerd om inderdaad met twee kleurtjes, dan zie je het makkelijker. En als je dadelijk dit onder de knie hebt, dan haak je hem in één kleur helemaal door. Even de afwerkdraadjes even nog naar binnen leggen.
Even nog goed de steek zoeken hier. Als je echt de steken pakt, dan krijg je echt een mooi slofje. Kijk, hier kom je weer aan de zijkant van de hiel. En dan pak ik toch wel de helft van het stokje, zodat je echt geen lelijke openingen krijgt. En ik zie dat ik hier dus inderdaad een te grote opening krijg, dus ik ga even terug uit. En dan ga ik in de hoek hier toch nog een stokje maken. En dan krijg ik een betere aansluiting, zie je? En met deze wol gaat dat ook heel mooi. Je krijgt echt een leuke sokslof. En dan zijn we op de achterkant van die hiel. En dan gaan we de hiel sluiten. Zie je? Op het einde van de toer ben je. En dan ga je in die bovenste. Daar ga je je draad doorhalen. En je sluit met een halve vaste. Zie je hoe mooi? En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We gaan nu verder met het been, of de enkel, hoe je het ook noemen wil. We zijn hier geëindigd op de achterkant van je sokslofje. En nu gaan we weer een toer in het rond maken. En zo herhalen we het heel de tijd. Wil je dat dit dat het been beter aansluit op je voet, zodat je echt meer minder slofsok krijgt, dan gaan we het minderen. Maar deze is dus nog gewoon een sokslofje. Twee losse maak ik nu. In elke steek weer één steek. En zo maak je de toer af tot je weer aan de achterkant bent en dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu weer aangekomen aan de achterkant en daar sluit je weer de toer. Dus je pakt weer de bovenkant van die steek. Je pakt je draad op en je sluit de toer. En zo ga je het hele sokslofje afmaken. Kijk. Dus je hebt gewoon, ik zal eventjes het voorbeeld erbij pakken. Dit is gewoon recht naar boven. Wil je dit nu iets meer aansluiten op je been? Dat kan, want ik vind deze ook vrij recht. Dan deel je hem, zeg maar, na 2 of 3 toeren. Dan, of al eerder, wat je zegt van, nou, ik heb een heel smal beentje. Dan deel je de ronding door 3, daar zet je steekmarkeerders in en dan ga je weer minderen. Kijk, het is maar net hoe wil jij jouw sokje eruit laten zien. Hier heb ik dus een ander kleurtje gebruikt en toen weer even doorgegaan met de petrolkleur. Ik heb de vroezelrand, deze, die ga ik niet filmen, want dit zijn gewoon, dit is een aanhechting ergens, ja. Die zie je niet meer, maar dit zijn iedere keer 5 lossen en een vaste, 5 lossen en een vaste, 5 lossen en een vaste, 5 lossen en een vaste. Nou, ik zou zeggen heel veel plezier met je sokslofje en ik zou zeggen dankjewel voor het kijken, duim omhoog, abonneren hieronder en tot de volgende video. Tot ziens!